Zo, hallo en welkom bij een nieuwe video. Dit is de video van mijn bevallingsverhaal. De camera staat bij een raam, dus wellicht dat je af en toe een beetje irritante dingen hoort. En ik denk dat er wel iets meer licht bij kan. Of is het overbelicht? I don't know. Oké, goed. Ik moet zeggen, het is inmiddels alweer 8 weken geleden. 8 weken en 1 dag om precies te zijn. En ik moet zeggen dat ik had deze video zoveel eerder op moeten nemen. Ik had ook al veel eerder gezegd dat hij online zou komen. Maar goed, ik zei Monica niet zijn dat hij nog niet online stond. Ik weet dus heel veel niet meer. Wel heb ik een aantal beelden gemaakt voor en na de bevalling. Ik wilde eigenlijk misschien nog tijdens de bevalling gaan filmen, maar dat is echt niet meer geworden. Dus laat ik eens even kijken naar de beelden, want dan kan ik met jullie meekijken terwijl we de beelden zien. Even kijken hoor. Hier was ik nog zwanger. Oh, dat is raar om te zien. Oh, daar is het geboren. Oh, een klein vrouwtje. Oh, wat schattig zeg. Niet te doen, maar goed. Als ik dit nu kwijt ben, ben ik zo'n oplul. Dat is niet normaal. Oh ja, ik heb het. Oh god. Nou, spannend. Ik ga met jullie meekijken. Goedemiddag. Welkom bij een nieuwe video. De video van giving birth, denk ik. Ik denk het wel. Oh, ik ben vanmiddag naar Sterrenpaude gegaan. Ja, oké, dit was even een dingetje. Ik had voordat ik ging bevallen een aantal angsten. Namelijk, Lars was op trainingskamp in Eindhoven en hij moest daar ook slapen. Dus nou, meestal hoor je een bevalling begint 's nachts. En hij was dus op trainingskamp, was het een uur rijden. Dus als ik hem zou bellen, dan zou het een uur rijden zijn. Maar ik had de hele week eigenlijk al een soort van last van krampjes. Dus elke keer zei hij, goh, hoe voel je je? En dan zei ik, ja, ik denk dat het wel zou kunnen gebeuren. Maar je hoopt natuurlijk ook dat het gebeurt. En ik had me al 8 keer die week laten strippen. Overdreven natuurlijk. Dus toen... ik was heel bang dat hij er niet bij zou kunnen zijn. Verder was ik heel bang dat er geen plek zou zijn in het ziekenhuis waar ik wilde bevallen. En ik was heel bang dat bij verloskundige praktijk heb je meerdere verloskundigen. En tegen het eind van mijn zwangerschap had ik heel vaak afspraken met dezelfde verloskundige. Ik zat trouwens bij FAM Amsterdam als verloskundige praktijk. Echt top, kan ik iedereen aanraden. En ik had dus tegen het eind van mijn zwangerschap heel vaak afspraken met Lieke. En ja, ik vond haar gewoon zo chill. Ze was gewoon lekker jong ook. En ja, ik weet niet, we zaten gewoon lekker op één lijn. En ik dacht van, goh, eigenlijk zou ik het liefst haar bij mijn bevalling hebben. Maar dat heb je natuurlijk echt niet voor het uitkiezen. Dus ik, ja, weet je, je kan ook zomaar een verloskundige hebben die je eigenlijk alleen maar aan het begin van je zwangerschap gesproken hebt. En daarna eigenlijk niet meer echt. Ja, en dan heb je toch minder die soort van vibe of zo. Ik weet niet. Ik wilde gewoon heel graag Lieke. Maar goed, Lars was dus in het buitenland. Nee, gelukkig moest hij wel in Nederland op trainingskamp. Dus toen had ik op een gegeven moment wel echt het idee dat het aan het beginnen was. Dus ik voelde een beetje een soort van... Ja, ik dacht dat ik weeën had. Dus, en mijn broer was hier de week om te slapen. Voor als het 's nachts zou gebeuren. Maar hij moest precies die avond weg. Dus toen had Stanley gezegd... Goh, kom lekker naar ons toe. Mocht het dan gebeuren, ben je in ieder geval in Amsterdam. Ben je sneller bij het ziekenhuis. En ja, dan slaap je gewoon bij ons. En dan kan ook iemand je brengen naar het ziekenhuis, mocht het nodig zijn. Bla bla. Dus goed, zoals bij Stanley en Paola. Omdat Lars natuurlijk in Eindhoven is. Het ging op zich wel. Ik had een beetje kram. Toen gingen we op de bank zitten en een beetje filmpjes kijken. Het werd eigenlijk steeds erger. Dus toen kwam de verloskundige net. En ik had nog steeds niet meer ontsluiting gekregen dan ik daarvoor had. Dus dat was echt meegekeurd. Maar toen heeft ze me gestript en nu heb ik wel echt heftiger geweest. Dus ik heb wel... Als het vanavond niet gebeurt, dan snap ik het echt niet. Het gebeurt vanavond. Ja. Je heeft er spontaan gaan slapen. Ja. Je denkt, ik doe er niet aan mee. Oh, oké. Nou goed, op een gegeven moment had ik dus de verloskundige laten komen. En dat was een andere, maar die was ook mega aardig trouwens. Ik heb alleen maar aardige verloskundigen gehad in de hele zwangerschap. En toen ging ze mij dus strippen voor de zoveelste keer die week. En toen, het moment dat zij de deur uit was, dacht ik, holy shit. Maar het moment dat zij de deur uit was, ging ze ook van shift wisselen met Lieke dus. Dus uiteindelijk dacht ik, goh, als ik nu ga bevallen, dan is Lieke er gewoon bij. Mega chill. Maar goed, je weet dan nog niet of het gaat gebeuren.
Maar ze was de deur uit en ik dacht echt, holy shit, ja, ik voel het nu wel echt. Dus Paola zei, ik denk dat je Lars moet bellen en ik denk dat je de verloskundige moet bellen. Dus ik, nou, Lieke geappt, goh, ik heb nu wel heftig geweeën. Ze zei, goh, weet je wat, ik kom er gewoon wel zo, als mijn shift begint, kom ik wel gewoon naartoe. En dan kijken we eventjes. En Lars die was volgens mij aan het barbecuen in zijn trainingspak met de club. Dus die had volgens mij net een hap worst op. En toen belde ik van, goh, misschien moet je toch richting Stan en Paola komen. En toen in het uur dat zij erover deden om naar mij toe te komen, begon het weer echt heel erg te worden. Hoeveel kilo ruggeprik wil je? Ze doet het zo goed, ze is helemaal zen. Ik lag dus als een vette zeekoe op de bank weeën te hebben en dat te timen en Paola was aan het filmen. Ik was dus daar een beetje de weeën aan het opvangen. En ik dacht, goh, weet je, als dit gewoon zo gaat, ik ga dit helemaal ownen. Ik keer gewoon in mezelf en dan komt het wel goed en dan vang je dat gewoon op. En dan hoef je helemaal niet te schreeuwen en je hoeft helemaal niet zoveel pijn te hebben. Het is gewoon het rustig wegademen. En ik had ook een zwangerschapscursus gehad van Sabine van Fijn Zwanger. Twee keer en ik dacht, goh, dat komt helemaal goed. Ik had er al het vertrouwen in. Ik dacht, het gaat niet fijn zijn, maar het komt wel goed. En dus ik had haar ook een berichtje gestuurd, want eigenlijk wilde ik haar het liefst ook bij een bevalling hebben, zodat ze me een beetje zou kunnen helpen. Dus zij was ook onderweg, dus dat was echt top. Dus ik had en Lieke en Lars was onderweg en ik had Sabine. En toen op een gegeven moment kwam Lieke dus bij Stan en Paola thuis. Nou, toen zei ze, goh, ik zie dat je wel echt weeën hebt. Ik had zo'n volgens mij 4 centimeter ontsluiting. Of 3 of 4, zoiets. En normaal gesproken ga je rond de 6 naar het ziekenhuis. Maar ze zei van, goh, ik zie dat je echt weeën hebt. En we moeten eerst even kijken of het de plek is. En mocht je daarna nog medicatie willen of iets dergelijks. We kunnen wel gewoon nu gaan. Dus ik zei, oké, prima, top, we gaan meteen. Want mijn grootste angst was dat je gewoon, ja, onderweg bevalt. Of thuis, of whatever, gewoon iets, maar niet hoe je het wil. Dus Lieke ben naar het ziekenhuis en er was plek, dus kom naar het ziekenhuis. Het is nu 8:30. Wil je even muziek uit doen? Jeetje, ik zie nu ook wat voor ontzettend dikke plofkoek. Ik ben echt zo zeker. Op woensdag, of is het donderdag? Woensdag. Woensdag. En Lars is net teruggekomen van trainingskamp, tenminste teruggereden. Want de verloskundige was bij me, tenminste bij Stan en Paola. En toen moet ik verder gaan? Ja, als je het weet. Ze had sinds gisteren al 3 centimeter, alleen nog geen weeën. En zoals jullie zien zijn die nu wel begonnen. Ja. En hebben ze net gecheckt, heeft ze 4 centimeter. Dus we zijn onderweg naar het ziekenhuis. En hopelijk gebeurt het vandaag nog. Ja. Want dan is het wel voor 12. Nou, dan zou het een hele korte bevalling zijn. Ja. Dat zou wel fijn dus zijn. Dus als het morgen is, dan hoop ik ook zo snel mogelijk. Ja. Maar ze doet het hartstikke goed. Dus we zijn onderweg. Nou, ik weet niet. Ik had het idee om een video te maken, maar ik weet niet of dit misschien het enige is wat ik ga filmen. Of dat er wel meer wordt gefilmd. We zullen het zien. Goed, ik had dus weeën. En toen op een gegeven moment in het ziekenhuis, of nee,
je hebt in het OVG in West heb je dus een geboortecentrum en heb je het ziekenhuis. En dat zit naast elkaar, of aan elkaar vast eigenlijk, zit gewoon één deur tussen. En ik wilde heel graag eigenlijk in het geboortecentrum bevallen zonder medicatie. Dus ik wilde wel misschien gebruik kunnen maken van een bad, gewoon lekker chill. En je kunt daar ook gebruik maken van lachgas. En ik dacht, goh, weet je wat, dat gaan we gewoon lekker chill doen hier. Nou, vanuit ellende gingen we maar even een roomtour doen van het geboortehotel, de kamer. Nou, auw, we zijn er en het bad wordt vol. Ah, ze laten het bad vol lopen, wil ik zeggen. En dat is mega groot, dus dat is wel fijn, aangezien ik super groot ben. Ah, oké. Okay. Wij zijn in het ziekenhuis en gelukkig, het ziekenhuis heb je wel, toch? Ja. Daar ben je heel blij mee, hè? En de verloskundige, ik wou. En de verloskundige. En ik ben op tijd. Ik zit in mijn voetbalkleren, mijn korte broek. Dus ik ben rechtstreeks vanuit voetbal gekomen. En deze heeft heel veel weeën achter elkaar. Maar die wil nog even de tanden poetsen, dus ik weet niet waarom, maar... Ik dacht, ik moet nog even mijn tanden poetsen, want je weet maar nooit. Waarschijnlijk ga je wel eventjes een tijdje bezig zijn en meer ontiegelijk uit je bek. Oké. Ik kom nu gelijk op de beelden van de geboorte. Goed, de rest moet ik er dus even tussen gaan vertellen. Op een gegeven moment ging ik dus in bad liggen en het was echt, ja, mega chill. Ik voelde echt gewoon meteen dat ik de pijn veel beter kon handelen. En het was, het WK was bezig, dus we gingen gewoon even lekker een wedstrijdje kijken. Nou, Sabine was er inmiddels, dus ik lag in bad. Lars zat langs het bad, Sabine zat langs het bad en Lieke zat langs het bad. En het was hartstikke gezellig eigenlijk. We waren lekker voetbal aan het kijken en we waren gewoon eigenlijk een beetje aan het kletsen over andere bevallingen en ervaringen en weet ik het wat. Dus elke keer had ik een wee, dan dacht ik nou eventjes zo en daarna kon ik gewoon weer praten. Dus dat was niet echt hoe het hoorde. Lieke zei achteraf ook echt van nou op dat moment toen jij gewoon nog zo gezellig zat te doen, dacht ik echt nou als het zo doorgaat gaat ze vanavond helemaal niet bevallen en dan kunnen we straks gewoon weer naar huis. Toen op een gegeven moment ging ze me even opmeten en had ik nog steeds hetzelfde aantal centimeter ontsluitingen. Dus toen zei ze, goh, weet je wat, we gaan even je vliezen breken en dan gaan we kijken of daarna de weeën meer of sneller komen en harder zijn of heftiger zijn. En dan of je ontsluiting inmiddels al iets meer is. Bij vliezen breken had ik altijd soort van de associatie van liezen breken. Dus soort van alsof je benen soort van worden gebroken. Dus ik dacht, dit gaat zoveel pijn doen. Nou, ik met mijn benen wijd op dat bed. Pakte ze een soort breinaald met een haakje eraan. Bracht ze naar binnen. Niks van gevoeld. En dan trekken ze zo dat vlies wat eigenlijk om... volgens mij de baby zit, waar het vruchtwater in zit. En weet ik het wat. Ik weet, ik ga er geen biologisch praatje van maken, want ik... geen idee. Maar dat brak ze dus op die manier. Daar voel je letterlijk niks van. Ineens voel je een soort van een warme stroom aan water tussen je benen. En dat is dus eigenlijk vruchtwater. En het was gewoon helder. Dus dat betekent dat ze niet in het vruchtwater had geplast of gepoept. Dus dan is er eigenlijk niets van aan de hand. Dan kun je gewoon wachten totdat de weeën heftiger worden. En dat moet dan binnen 24 uur. Anders dan moet je weeënopwekkers krijgen. Maar in principe is er niet zoveel aan de hand. Dus je vliezen zijn gebroken. En het water is gewoon helder. Dus toen dacht ik, nou chill, maar ik lag op bed en op een gegeven moment voelde ik best wel snel dat die weeën heftiger werden. En op een gegeven moment dacht ik, nou dit trek ik even niet, ik wil weer terug in bad. Nou, mijn allerergste voornemen was, ik wil Fliekie bevallen, ik wil er normaal uitzien. Ja, dat is dus gewoon het moment dat we binnenkwamen, zei ik tegen Lars, make-up doekjes nu, haar de knot, make-up er afgehaald. Hij keek me nog zo aan van, weet je het zeker, want je wilde zo graag. Maar ik zo, nee, nu make-up eraf en gewoon gelijk haren onder water, gezicht onder water. Ik lag gewoon in bad, weeën te hebben eigenlijk. En dat was niet prettig. De kerk die komt er eventjes doorheen. En toen op een gegeven moment dacht ik, jezus, het wordt nu wel echt, echt pijnlijk. En ik dacht, als nu de ontsluiting niet lekker verder is gegaan, dan wil ik misschien toch wel
lachgas proberen. Ik wilde alles eigenlijk zoveel mogelijk uitstellen. Omdat ik het liefst geen rugprik wilde of andere medicatie. Ik wilde gewoon... Ja, ik heb een hekel aan infusen. Dus ik hoopte dat dat gewoon voorkomen kon worden. Dus nou, toen werd er een lachgastank bijgehaald. Dus ik kon lekker in bad liggen. En dan wordt er zo'n tank naartoe gereden met een masker erop. En dan krijg je via dat masker dus lachgas in. Maar het ziet er best wel heftig uit. Maar het was eigenlijk best wel relaxed. Het is gewoon, ze doen voor de helft lachgas en voor de helft doen ze zuurstof. Dus het is niet zo heftig als dat. Ja, ik weet niet. Misschien dat sommigen van jullie dat wel eens gedaan hebben. Anderen zullen veel te jong zijn en anderen zullen denken, ik heb er helemaal geen behoefte aan. Maar als je lachgaspatronen, zeg maar die slagroompatronen, vaak doen mensen dat met uitgaan of zo. Het is minder heftig dan dat. Dus het is eigenlijk gewoon, de pijn gaat niet weg, maar je kunt je focussen op iets anders. Dus dat is op zich wel fijn. Nou, dus dat ging wel eventjes. Toen heb ik een half uur in bad gelegen met lachgas. En toen dacht ik, goh, op een gegeven moment kan je niet meer je gedachten ergens anders opzetten dan op de pijn die je voelt. Tenminste, dat kon ik niet. En toen dacht ik, weet je wat, ik wil me gewoon weer even laten opmeten hoeveel centimeter heb ik. Want als ik nu nog steeds hetzelfde heb, dan ja, op een gegeven moment, ik kan me gewoon herinneren dat op een gegeven moment deed het zoveel pijn dat ik dacht, misschien ga ik toch voor die rugprik. Want ik werd er zo moe van en je bent constant de weeën aan het opvangen. Dus ik dacht, ja, er moet ook nog geperst worden. Dus dan ga ik maar liever voor die rugprik dat ik eventjes kan slapen. En dan daarna, ja, dat ik dan daarna gewoon weer opgeladen ben. Toen ging ze me dus opmeten en toen had ik nog steeds hetzelfde aantal ontsluiting. Of het aantal centimeters ontsluiting. Je moet 10 hebben en ik zat toen nog steeds op 4 of misschien bijna 5. Dus toen blerde ik letterlijk vanuit het bad, rugprik nu. Dan word je dus medisch. Dus dan moet je vanuit het geboortehotel en dan moet je naar het ziekenhuis toe. Nou, ik werd in een... ik had nog allemaal leuke outfitjes ingepakt waarin ik wilde bevallen. Maar goed, ik was in mijn naakje natuurlijk in bad. En hup, badjas eroverheen. En toen ging ik op mijn rolstoel zitten. En toen werd ik naar de andere kant van de gang gereden eigenlijk. En toen waren we in het ziekenhuis. En Snoetel is wakker, maar Lars is er, dus die is bij haar. Dus ik was daar en ik wilde graag toch voor de rugprik gaan. Nou, dan word je ook overgedragen naar het ziekenhuispersoneel. Krijg je een verloskundige van het ziekenhuis. Gelukkig mocht Lieke er wel bij blijven. En krijg je verpleegkundige, whatever. Nou, toen op een gegeven moment moest ik dus een infuus, omdat ik toch voor de rugprik ging. Dus, maar die werd een stuk of 3-4 keer verkeerd gezet. En ik had al mijn geboorteplan gezet. Van, goh, weet je, doe dingen die nodig zijn, maar ga het niet met me bespreken. Als je het gaat hebben over inknippen, ik wil het niet horen. Als het echt noodzakelijk is, doe wat je moet doen. Maar liever niet dat soort dingetjes, want ik ben gewoon een klein kind. Als ik het weet, ga ik me er zo erg op focussen dat ik gewoon een hele hysterische bui ga krijgen. Ik moet het gewoon niet weten, misschien voel ik het niet eens, weet je. I don't know, ik was nog nooit bevallen. Dus, maar goed, ze prikte dus elke keer verkeerd. Moest er dus iemand anders komen voor een prik. Nou, en Lars die dacht, oh my god, dit is echt zo verschrikkelijk. Maar op dat moment had ik zoveel pijn dat ik amper bezig was met de infusie. En toen, ik dacht, ik moet nu gewoon die rug prikken. Ik moet gewoon nu, ik trek het niet meer. En toen op een gegeven moment kwam dus de verloskundige van het ziekenhuis binnen. Het was best wel een pittige tante. Ja. Ik vond haar pittig. En dat is goed hoor. Dat moet ze ook wel zijn voor de werk. Want ja, je kan niet iedereen maar over een hoofdje blijven aaien. En zeggen, ach, het kind komt vanzelf. Want dat is gewoon niet zo. Dus toen zei zij, goh, ik heb heel slecht nieuws voor je. Ik vond gewoon meer de manier waarop dingen gebracht werden wat lastiger om mee om te gaan. Ze zei, ik heb heel slecht nieuws. Ik lag al een uur te wachten trouwens op de rugprik toe. En toen zei ze, degene die de rugprik mocht zetten in het ziekenhuis, die zit in een spoedoperatie, dus die komt er voorlopig niet uit en de rugprik is niet mogelijk. Nou, Jesus fucking Christ. Ik zei gewoon, oké, dan moet ik nu morfinepompje, want ik wist dat dat nog een optie was. Toen ging ze eerst alle voor- en nadelen daarvan uitleggen, waarbij ik dacht, ja, kom op. Ik heb echt al hak je mijn benen eraf. I don't care. Ik heb dit allemaal al gelezen. Ik weet wat de voor- en nadelen zijn. Ik moet nu die morfinepomp. Nou, oké, werd geregeld. Kreeg ik dus een morfinepompje. En dat is een pompje waar je zelf kunt doseren hoeveel morfine er aan je bloed wordt toegevoegd. Volgens mij iets in die trant. Correct me if I'm wrong. Nou, trouwens, correct me niet. Het boeit me niet. Het is achter de rug. En toen, nou, dan kan je dat dus doseren. Maar er zit een limiet op. Dus je kunt blijven drukken. Maar op een gegeven moment, volgens mij kan je het 4 keer per 4 minuten of zo. I don't know. 4 keer per, dat boeit me niet. Zij is van, het gaat zo een beetje voelen alsof je boven je bed zweeft. Nou, dat klopte wel.
Dus toen kon ik op zich wel slapen. Toen heeft Lars zelfs nog even kunnen slapen. Maar het was wel echt, ik merkte wel echt gewoon van, oh my god. Je voelt wel echt de pijn, maar je wordt er zo zweverig van dat je soort van het wel kan handelen. Oh ja, ook nog een angst die ik had, heel erg, voordat ik ging bevallen was. Ik wil niet poepen tijdens mijn bevalling. Dat lijkt me gewoon, ja, dat leek me echt verschrikkelijk. Nou, ik had inmiddels eigenlijk al, ik kreeg een katheter volgens mij. En daar moet ik ook niet te lang over nadenken dat ze iets in je plasbuis brengen. Hoe klein is je plasbuis? En, oh mijn god, verschrikkelijk. Ik kan helemaal op mijn botten en pezen en zo, alles wordt helemaal slap als ik over dit soort zaken praat. Maar goed. Toen op een gegeven moment, ik had mezelf al helemaal ondergezeken. Het maakt gewoon niet uit. Ja, je gaat niet opstaan omdat je even naar het toilet moet. Ja, ik lig daar al in mijn blote punani. Iedereen zit er al naar te kijken. Er stonden volgens mij 10 mensen in die kamer op een gegeven moment. Interesseerde me gereed. Ik mezelf helemaal onderpissen. Nou, tijdens het morfinepompje op een gegeven moment kreeg ik dus persdrang. Maar ik zag altijd uit films en zo en programma's van, het kan wel zijn dat je dat hebt, maar dat je nog niet 10 centimeter ontsluiting hebt. En ik zat elke keer, bleef maar hangen op die 5. Ik bleef maar hangen op die 5. Dus ik dacht, ik heb sowieso nog niet het juiste aantal centimeters. Maar ja, ik voel gewoon ontzettende drang om te persen. Dus ik dacht, ik zeg het niet, maar ik ga gewoon rustig een beetje persen. Wat dus resulteerde in het feit dat ik mezelf helemaal onder had gekakt in dat bed. Op een gegeven moment, ik wist gewoon van, oh, ik ben ontzettend hard aan het poepen nu. Nou, ze gingen heel netjes en lief gewoon gelijk natuurlijk dat weghalen. En dan zei ik van, oh, ik ben aan het poepen. Oh, nee, joh, nee, je bent niet aan het poepen. En nou, jawel, ik was mezelf gewoon. Maar het maakte me echt, echt geen reet uit op dat moment. En, maar op een gegeven moment stonk het ook echt enorm naar stront in die kamer. Dus ik zei achteraf tegen Lars van, goh, op een gegeven moment was ik aan het poepen, joh. En toen zei hij van, hè, heb je gepoept tijdens de bevalling? Toen zei ik, ja. Heb je dat niet geroken? Hij had het dus letterlijk niet doorgehad. Maar nou, toen ik die lucht rook, dacht ik, dit kan hij niet gemist hebben. Maar hij zat dus heel tijd naast me. Hij zegt dat hij het niet heeft gemerkt. Misschien heeft hij het gewoon verdrongen, I don't know. Angst was dat ik ging poepen. Nou, dat had ik gedaan. Checklist, hup. En toen, op een gegeven moment, zagen ze dus wel dat ik persdrang had. Want ja, anders ga je niet zitten kakken. Toen gingen ze dus opmeten en ik had wel 10 centimeter, soort van, maar het bleef elke keer zo'n soort van randje. Dat moest worden weggeduwd. Dus ik mocht gaan persen, maar dat randje zat er elke keer. En dat moest de verloskundige dus opzij houden. Nou, dat deed zo'n fucking pijn. Toen op een gegeven moment wilde ik heel graag proberen op een baarkruk te bevallen. Omdat je dan gebruik maakt van de zwaartekracht. Dus dan ga je zitten en dan, ja, pers je zeg maar naar beneden. Eigenlijk is het heel onnatuurlijk dat wij op een bed bevallen dat je horizontaal ligt. Het is eigenlijk veel natuurlijk. Ik bedoel, je, ja, normaal gesproken, ik had het dan dus net wel gedaan, maar je poept ook niet liggend. Dat wilde ik heel graag. Nou, dat duurde ook weer eventjes voor mijn gevoel voordat die baarkruk uiteindelijk was. Toen zag ik hem staan en toen was het zo van, ja, ja, we gaan er zo op, we gaan er zo. Ik dacht, nee, ik moet er nu op, ik voel die perswee. Het is fucking vreselijk. Ik had er op een gegeven moment, had ik er 6 in 10 minuten. Dus dat is best wel heftig. Dan heb je amper, ja, soort van tijd om op adem te komen. En bij elke perswee moet je echt, ja, 2 of misschien 3 keer persen als het lukt. Nou, dan geef je alles wat je hebt en dat is echt, ja, dat is zo, zo, zo uitputtend. Dus op een gegeven moment, ik op de baarkruk. Nou, dat was echt heel pijnlijk. Lars zat achter me, dus die kon zich gewoon mijn been houden. En hij heeft het trouwens echt top gedaan tijdens de bevalling. Gewoon zijn mond gehouden en alleen maar geholpen waar nodig. Dus dat was top. Maar voor de rest, nou, ik zat dus op die baarkruk. En toen, dat deed, ja, ontiegelijk pijn. Ik bedoel, je hoort altijd mensen zeggen van, een bevalling is het pijnlijkste dat ik ooit heb meegemaakt. Maar je doet het toch maar. Je raakt toch maar gewoon zwanger. Want je denkt, joh, ik wil een kind. En dan merk je dus wel gewoon dat er dus zoiets, als het niet groter is, uit zoiets moet. En dat is echt pijnlijk. Dus toen op een gegeven moment, nou, gaf ik alles wat ik had. Ik kon niet meer. Ik heb echt gebruld als een aap. En toen zei ze van, goh, ik ga je nog 1 kans geven op de baarkruk. Anders moet je weer naar bed. En ik dacht, dat kan toch niet? Maar de hartslag van Sarah Lizzie was aan het dalen. Dus volgens mij rijdt er een vrachtwagen langs of zo. Dus ik moest echt gaan liggen zodat ze haar kon halen. En toen zei ze op een gegeven moment, als ik je nu ga inknippen, heb ik er nog niet. Nou, dus Lars keek echt al zo van, zeg dit nou niet. Ga nou niet over inknippen beginnen. Oh my god, dat was ook een grote angst. Inknippen of uitscheuren. Toen voelde het letterlijk. Ik heb de bevallingsvideo van Manon Tilstra gezien. En daarin zegt ze ook, alsof er zo'n vuurbal
tussen je benen zit. En het brandt en het brandt en het brandt. En ze zei, je moet nu, terwijl het hoofdje eigenlijk al soort van, het stond zo. Dus dit gaatje stond zo. Moest gaan liggen op bed. Terwijl er al een soort van hoofd uit aan het gaan was. Dus, toen moest ik vanaf een zittende positie naar bed. Met mijn benen wijd. Nou, dat was echt the worst thing ever. Dat deed zo ontzettend veel pijn. En toen op een gegeven moment ging ik liggen. Eén keer persen. En toen was ze er eigenlijk, toen was ze geboren. Dus dat is eigenlijk echt, ja, dat was top gegaan. Ik was niet ingeknipt en ook niet uitgescheurd. En toen werd ze op mijn borst gelegd. En het enige wat ik kon denken was, oh my god, ik heb eindelijk niet meer zoveel pijn. Ik ben voor de tweede keer vader en Momo is moeder en ze heeft het zo goed gedaan. Toch? Wow. Nou, ik voel me af en toe echt een hele erg aansteller. Ben je af en toe ook? Oh, sorry, ik liet je even. En daar ligt ons kleine Snoopy Poopy en die noemen wij Sarah Lizzie. Sarah Lizzie. Ze zit aan een pinky te sabbelen. En vertel, hoe ging de bevalling? Ga jij me van A tot Z naar vertellen? Oké. Okay. Dat is het laatste dat we hebben gefilmd. Volgens mij hoe de kamer eruit zag in het geboortecentrum. Ja, dus we zijn nu, zoals jullie zien, in een andere kamer. Want er waren wat kleine complicaties. Nou, het was niet echt complicaties. Het was gewoon fucking veel pijn. Ja, nee, je ontsluiting werd maar niet meer. Ja. Je bleef op 5-6 centimeter zitten. En op een gegeven moment, ja, als je dat een tijdje hebt, dan hou je dat niet meer zo lang vol. Dan word je gewoon gek ervan, ja. Want je zat in bad en toen kreeg je lachgas. Alleen dat hielp ook niet, dus toen moesten we... Het heeft wel even geholpen, misschien een uur of zo. Ja, alleen nog niet met je ontsluiting. Nee. Je zat eraan nog steeds op 5. Dus daarna ben je hier naartoe gebracht en toen hebben we... Wouden heel graag een ruggenprik, alleen er was een spoedoperatie. Dus degene die de ruggenprik moest uitvoeren, die was er niet. Toen heb je morfine gehad, morfinepompje. Ja. En dat hielp eigenlijk heel goed. Toen heb je eigenlijk een uur lang een beetje KO gelegen. Toen heb ik even snel ook een half uurtje geslapen. En ja, ik denk dat je ongeveer anderhalf uur morfine hebt gehad. En toen had je opeens 10 centimeter en had je het gevoel alsof je heel nodig moest poepen. Ja, dat heb ik ook gepoept. En toen hebben we die vrouw weer geroepen en toen zat je op 9, bijna 10 centimeter. Ja. Vanaf toen ben ik volgens mij niet gehoord dat het 10 werd. Ik ben gewoon gaan persen. Nee, omdat je toen zo de drang had dat je moest persen voor je gevoel. En toen heb je het eerst op bed gedaan. En uiteindelijk is ze naar het krukje gegaan. Toen hing het hoofd er al uit en toen moest ik weer terug naar bed. Ja, toen hing het hoofdje er half uit, maar nog niet helemaal. En toen moest ze weer terug naar bed. Dus dat was niet zo fijn, maar ja. Ik vind echt dat je het supergoed hebt gedaan. En er komt nu weer iemand binnen, dus we spreken jullie later. Hij ziet er heel moeilijk uit. Hij ziet er uit. Ja, hij stinkt aan. Daar gaan we nog. Slapen.
de bedoeling. Hopelijk ga je zich lekker douchen. Ja, ik heb een beetje naweeën gehad. Naweeën, ja. En ik moet nu douchen. Maar ik moet dus plas onder de douche. Dus ik kan een beetje liggen op. Jij mag gewoon op de wc opplassen als je wil. Nee, ja, ik ga het liever om de douche doen, maar ik moet wel plassen voordat ik weg moet. Ja. En als ik hier zeg maar leeg moet lachen of moet kuchen of iets, voel ik zeg maar bloed eruit komen. En dat prikt tegen de schaaf onder de wand. Ik ben gelukkig niet uitgescheurd. Maar wel een paar hechtingen. Ja, maar niet uitgescheurd en niet ingeknipt. Nee, ook niet ingeknipt. Dus ik vind het echt fijn. Echt top. Want op een gegeven moment zat ik op die bar en zei ja, als ik nu ga knippen, dan is het alsnog niet. Ja, toen deed ik zo achter jouw rug van, als zeg je knipt, niet. Je mond houden. Ja. Oh. Dat moment dat ik echt vanaf die bar naar dit bed moest, was echt niet te doen. Nee, dat snap ik. Dat zag er ook heel gek uit. Oh, mijn god. Ik vind het sowieso wel echt een lijp iets. Ook voor een... Ook voor een man is het echt niet fijn. Nee. Je voelt je zo machteloos. Ik ga dat maar doen. Dus dit is onze enige en laatste vlog. Ooit over een bevalling. Sorry dat we ook niet zoveel hebben gefilmd. Maar ja, je bent er op dat moment gewoon echt niet mee bezig. Nee. En op een gegeven moment... niks boeide me of zo op een gegeven moment. Als iemand zei dat ik foto's maak, ja, boeit niet. Ja, maar je maakt zo'n... stofje aan dat je gewoon. Het enige wat je op dat moment interesseert is dat je kind eruit gaat, maar je denkt echt dat het nooit gaat gebeuren. Ik dacht echt. Ja, je hebt ook een paar keer echt gezegd: ik kan het niet. Ik kan niet meer. Zo erg gek dacht ik. Op een gegeven moment zat ik op die baard terug. Dit duurt echt nog uren. En toen op een gegeven moment ging ik liggen en toen was echt binnen één keer echt persen, zeg maar. Ja, maar toen was het hoofdje al half drie. Ja. Dat was de enige keer dat de baard eruit had je echt goed geperst. Oh, mijn god. Maar we hebben dus een nacht niet geslapen. Dus, maar op zich is het wel echt perfect gegaan. Ja. We waren hier om 9:15 in het ziekenhuis. En je bent om 4:15 bevallen. Hoe laat ging jij weg in Eindhoven? 7:15? Ja, dus nog 12 uur later. Ik was 7:10 reed ik weg. Het was 7:10 bij jou. En toen waren we 9:15 al hier. Achteraf kan ik ook niet over klagen, maar... Nee. Wel verschrikkelijk. Uiteindelijk denk ik ook wel chill dat je niet die rugprik hebt gehad. Ja. Denk ik ook. Want dan stopt het en op een gegeven moment gaat het daar nog eens terugkomen. Dan ben je vergeten hoe het voelt. Ja. Ik ga ook helemaal stuk dat ik hier gewoon in mijn Sparta trainingspak zit. Met korte broek, want mijn knie ligt open met een schaafwond. Witte sokken, ik heb nog eens gekeken. Oh. En hier ligt een schattig toetje. Lekker bolle wangetjes. Dus, al met al, het was een hele bevalling, letterlijk. Maar ik dacht eerst van, goh, dit is het allerergste dat ik ooit heb meegemaakt. Wat uiteindelijk echt wel mee bleek te vallen. Want ik heb er 8 uur over gedaan in totaal. Ik ben niet uitgescheurd, ik ben niet ingeknipt. Ik heb weeën gehad, en ik heb moeten persen, Dus uiteindelijk heb ik echt wel gewoon een prima bevalling gehad. Vooral voor de eerste. Ze zeggen dat de eerste vaak het zwaarste is. En dat een tweede of derde kindje makkelijker is qua bevalling. Dus qua dat is het eigenlijk gewoon wel prima gegaan. En daar ben ik heel blij mee. Maar ik dacht echt de eerste 2 weken van dit doe ik nooit meer. We zijn weer thuis. En Lars is net in bed gelegd. En hij was echt de allerliefste ooit. Nog steeds. En ik voel me een beetje gemengd. Ik heb echt overal pijn. Maar ik ben ook echt heel gelukkig. En ik voel best wel een beetje huilen. Dus dat vind ik heel lastig. Het gewoon als hij huilt. Ik voel me zo ellendig. Ik ga even iets proberen te slapen. Ik ben echt nog nooit zo moe geweest. Hoe kan je nou zo schattig zijn? Niet normaal. Het is inmiddels 10:30. En
Wij hebben de eerste nacht alleen met ons poepiedoepie. Hmm. Schat heeft dus ons inslapen in de sleepy hut. En vandaag was een vrij hectische dag. Tenminste, vrij hectisch. Onze ouders zijn langs geweest. Paola, Daniek, kraamzorg was hier de hele dag. Dus. En ik heb eigenlijk voornamelijk ook in bed gelegen. Lars heeft echt mega veel gedaan. Echt top. En zij doet het echt super goed. We gingen net... was iedereen weer de deur uit. En toen gingen we even op de bank liggen met z'n drieën. En toen zijn we gewoon in slaap gevallen. Van ik denk 8 tot 11 of zo. Dus dat was echt super lekker. We hebben even fles gegeven en nu gaan we weer naar bed. Dus ik hoop dat de nacht ook een beetje te doen wordt. Maar dat gaan we zien. Maar ik merk nu gewoon, het is nu 8 weken verder, dat je zo snel herstelt. En dat alles, dus nu kan ik me wel weer een beetje inbeelden waarom er mensen zijn die voor meerdere kinderen kiezen. Wat ik me echt in de eerste weken absoluut niet kon voorstellen. Maar goed, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Tenminste, leuk. Ja, I don't know wat je ervan moet vinden. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En tot maandag bij een nieuwe weekvlog.